Het is 28 augustus 2018 en dat wil zeggen dat vandaag eindelijk de repetities gaan beginnen van liften. Altijd spannend, heel eerlijk. Het is 10 uur 's ochtends. Ik was heel vroeg wakker om alles voor te bereiden. Ik ben aangekomen in het fantastische pand 18 in 's Hertogenbosch, waar de repetities plaats gaan vinden. Hier hebben we ook Toms Magische Speelgoedwinkel en Zomer zonder vrouw in grauw gemaakt. En nu is het de beurt aan liften. En ik kan je zeggen, er is echt geen fijnere plek om te repeteren dan hier. De Sint-Jan zit om de hoek. Alle leuke kroegjes voor de afterborrel, ook altijd belangrijk, zeker met deze dames. En we gaan lekker beginnen. Dus ik neem jullie mee tijdens de repetities van liften. Er is dikke paniek hier, want waarom is er paniek, Marleen? Wat voor paniek is dat? Maquillage. Ja. Sommige van ons zijn aan het repeteren zonder make-up. En nou gaat er een soort van kleine promotiefotootje gemaakt worden. Dat kan niet. We hebben een ontzettend leuke regisseur, zoals producent, die om de havenklap zijn telefoon pakt en begint te filmen. Volgens mij hebben wij alleen maar vlogs met eten en drinken. Ja. Dit is de allereerste repetitiedag, hè? Het is gewoon liften. En wederom? Wederom zitten we te eten. Want, even, Marleen, waar zijn we op dit moment? Dit is een gewetensvraag. In Den Bosch. Den Bosch. In pand 18, mm-hmm, zijn we aan het repeteren. Jozefstraat, nog eens. Is er langs wil komen? 18. Heel gezellig. We hebben champagne, we hebben bossenbollen. Laat ik het zo zeggen, als je langs wil komen, dan moet je bossenbollen meenemen. Ja. Dat is een vereist om binnen te komen. Ja. Überhaupt. Ja. Want beneden hebben ze zo'n alarmdingetje, daar hebben ze zo'n kijkertje in. En dan moet je eerst je bossenbol laten zien. En dan doen ze de deur open. Ja. En achter ons zie je de lift. Als het nog niet liften, dat is de lift. Ja. Mooi, hè? Ja. En het heeft niets met liften te maken, maar het schijnt dat je een bossenbol eigenlijk met de hand moet eten. Je moet hem omdraaien, dus de soeskant moet naar boven. Zo. Hoe doe je dat? Zo. En dan, eet je dat? Ja, dat dacht ik dan. Oh, leuk, je snoer. En je snor. Oh, nee. Oh. Nee. Je bent een regisseur, dit. En scriptschrijver. En producent. Ja. En producent. En bossenbollenhaler. Ja. Ik had ook veel rijker moeten zijn. Ja. Met al mijn talent. Kom eens even hier met je talent. Je neus. Zo. Veel boven. Ik ben echt een mama. Mama, hè? Ik ben echt een mama. Tieten. Marleen. Eén woord. Wat kunnen mensen verwachten? Wat kunnen ze verwachten? Wat kunnen mensen verwachten? Mariska van Kolk kan je ook weer krijgen. En Marleen van der Dam. Ik zeg Soena. Ja, maar even serieus. Ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Deze drie vrouwen, ik heb ze vroeger alle drie aan het werk gezien. 42nd Street, favoriete musical vroeger. Elisabeth, te gek. Crazy for You, heb ik gezien. Ik heb niet de fan van. Heb je ook wel gedaan? Ja. Ik wil dat jullie één zin uit het mooiste lied uit de show die je hebt gedaan. Mariska, go. Me and my baby and me. Joke. Denk aan mij, blijf aan mij denken. Marleen. Mamma mia, help haar. Oh jee, nog niet gesleten. En binnenkort gaan we een lied zingen uit liften. Ja. Smakelijk. Doei. Hier zie je de meeste bossenbollen. Bij wie zouden die horen? Prosecco. Later.
Joke.